Goedemorgen en welkom bij Vlogmas dag 5. Ik heb bij mijn ouders geslapen vannacht. Of ja, ik heb dus eigenlijk gewoon thuis geslapen, waar ik hoor te slapen. En ja, ik heb heel erg veel last van mijn keel weer. Maar we gaan gewoon lekker door. En ik ga jullie weer meenemen. Het is vandaag 5 december. En dat betekent dat we gaan Sinterklaasen vandaag. Yay. Hier is een Sinterklaas cadeautje. Van de Sintia weer. Sintia. Leuk. Mijn ontbijt is een cracker met kipfilet voor de eiwitten. En ik heb nu vandaag appelstroop op mijn tweede cracker gedaan voor mijn ijzer. Want ik kan alles wel een beetje op peil houden. Oh, hij viel me aan. Heb je... Nero, eten jullie jou er niet op? Hier, Neertje. Oh, jullie zagen net niet dat hij mij aanviel gewoon. Auw! Pak hem dan. Pak hem. Oh, je viel mij aan, je stouterd. Stoute schooier. Die zwarte is echt een schooier. Ik zit te streamen. Komt mama thuis? Heb je helemaal niet het schoencadeautje uitgepakt? Nee, dan kunnen de dames met je zitten met je doen. Even kijken. En ik heb hier nog dit zitten filmen vanochtend, hè? En dit ligt eronder. Was dit dan voor 500 euro? Dat is duur. Oké. Deze uitpakken. Ja, welke schoen heb jij aangehad dan, papa? Jij bent wel naar buiten geweest. Wat is het? Dit is het, met Sinterklaas praat. Wat is het, Nero? Het voelt als een boek. Doe en denk als een kat. Stressvrij, rustig, levensgenieten, grazematig, nieuwsgierig, onafhankelijk. Net als Nero. Dat is een leuk boek. Dankjewel. Zo, ik ben klaar met streamen. Ik heb even gedoucht. Ik ben niet in focus. En nu begint Sinterklaasavond. Het is nu 5:30. Om 6:00 komt iedereen. Ja, mijn ouders, Nikki en mijn broer en zijn vrouw, Anne. En dan gaan we Chinees eten en spelletjes doen. Dus dat gaan jullie allemaal zien. Toen waren we weer vergeten de vlog af te sluiten. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Like, comment. En ik zie jullie morgen als we echt helemaal in de kerstsfeer gaan komen.